Een hele goede middag allemaal. Welkom bij deze online spotlight van Naturalis. Heel erg leuk dat jullie aan het kijken zijn. En voordat we gaan beginnen zal ik eerst weer even vertellen wat is een spotlight en waarom doen we dit. Want normaal gesproken doen we spotlights in het museum, maar door de omstandigheden kan dat natuurlijk nu eventjes niet. Dus vandaar de online versies. En we doen dit omdat we graag willen laten zien dat we meer zijn dan een museum alleen. We zijn namelijk een groot onderzoeksinstituut met een nog veel grotere collectie van meer dan 42 miljoen objecten. En die objecten die hebben we om de natuur beter te kunnen bekijken, het beter te kunnen begrijpen en hopelijk ook te kunnen behouden voor nu en in de toekomst. En zodoende staan er ook telkens medewerkers van Naturalis in de spotlight en die vertellen dan over hun werk, dus wat ze zoal doen bij Naturalis. En tijdens zo'n spotlight heb ik nog een vraag aan jullie, namelijk om je vragen te stellen. En dat mag gewoon in de chat die je hier naast het scherm vindt. En dan proberen we die te beantwoorden. Weet dat er wel een vertraging in de verbinding zit, dus het kan even duren voordat we de vraag kunnen zien en ook kunnen stellen. En mochten er veel vragen zijn, na afloop zullen we ook nog de vragen via de chat beantwoorden. Dus dat komt goed. Dan heb ik alles weer uitgelegd, denk ik. Dan ben ik er weer klaar voor. Ik hoop jullie thuis ook. En ik hoop ook dat Eulalia er klaar voor is. Jazeker. Dat is mooi. Welkom Eulalia in deze spotlight. Heel erg leuk dat je mee wilde doen. En wil je eerst even vertellen wie ben je en wat doe je bij Naturalis? Ja, ik ben Eulalia Rasson. Ik ben collectiebeheerder bij Naturalis. Dat ben ik, midden een gigantische collectie dagvlinders van het museum. En daar heb ik dus jaren voor deze collectie gezorgd, op orde gezet en beschikbaar gesteld voor onderzoek vooral. En ik ben ook zelfs mijn eigen onderzoekslijn begonnen, maar niet aan de biologie van de vlinders, maar wel aan de geschiedenis van onze collectie. Oké, dus meerdere dingen eigenlijk wat je aan het doen bent. Klopt. Ja. Je vindt me tegenwoordig vaker in het archief en de bibliotheek dan in de collectie zelf. En ik ben op dit moment met een heel bijzonder project bezig, omdat Naturalis dit jaar jarig is. Het museum wordt 200 jaar en dan gaan we het eind dit jaar vieren. En dan hopen we dat, desondanks de coronacrisis, wij dat goed kunnen doen. En een van de dingen die we doen, en dat doe ik niet alleen, ik doe het met collega's en meer dan 70 andere schrijvers en collectie-experts, zijn we een boek aan het voorbereiden, mm-hmm. waarin heel veel verhalen over deze gigantische collectie te lezen is. Zoals je zei, 42 miljoen objecten. En daaruit hebben we 200 objecten gekozen om meer te vertellen over de collectie, de geschiedenis van de collectie. Waar het vandaan komt, wat hebben we in huis, wat hebben we niet en waarom niet dan. Maar ook hoe we de collectie gebruiken, wat doen we met de collectie achter de schermen en wat betekent eigenlijk zo'n collectie? Ja, heel veel vragen inderdaad. En ja. Het lijkt me een heel mooi project, want Naturalis dat bestaat dit jaar dus 200 jaar. Dus vandaar dat boek waar jij en collega's dus mee bezig bent. En nu wilde je vandaag vertellen over één van de verhalen waar je mee bezig bent. Eentje van de 200 dus. Welk verhaal wilde je vertellen? Het gaat over een collectie vlinders, uiteraard. Het is een hele bijzondere collectie omdat wetenschappelijk gezien heel belangrijk is. Maar ook de geschiedenis van deze collectie, van hoe die terechtgekomen is in Naturalis, is heel bijzonder. En ik heb ook dit verhaal gekozen vanwege Bevrijdingsdag, dinsdag, hebben we dat gevierd met z'n allen. Omdat de geschiedenis van deze collectie te maken heeft met de Tweede Wereldoorlog in Nederland. Oké, ja, dus meerdere redenen in dit geval. Zeker. En, nou zien we hier een afbeelding, ja, wat zien we eigenlijk? Heel veel gasten met laden. Deze laden zijn vol met vlinders. Je kan deze gang helemaal lopen tot aan het eind en dan nog het bochtje om en teruglopen. En dan blijf je van deze laden zien van dezelfde collectie. Mm-hmm. Dit zijn Apollo-vlinders. Het is een genus vlinders, dus een groep met verschillende soorten. En dit is allemaal verzameld bij elkaar gebracht door één man. Kurt Eisner, hij was handelaar, hij had heel veel geld en heel veel interesse in deze vlinders. Hier zien jullie een voorbeeld van Apollo-vlinders, hoe ze eruit zien.
Mm-hmm. Die zijn heel bijzonder voor de evolutiebiologie. Dus het is even kijken hoor, het is een bijzondere collectie. Er zijn er heel veel van, want ze zagen net heel veel laadjes. Ja. En in de titel stond al, het zijn er 60.000. 60.000 vlinders ongeveer in 1200 laden. In 1200 laden. En ja. Die vlinders zijn dus Apollo-vlinders. Maar ja, wat maakt deze vlinders nou zo speciaal? Waarom hebben we er 60.000 van? Ja, Kurt Eidens was heel geïnteresseerd in de evolutie van deze vlinders. Omdat verschillende groepen Apollo-vlinders raakten geïsoleerd tijdens de laatste ijstijd. En je vindt ze nu alleen hoog in de bergen in Europa en in Centraal-Azië. En omdat ze geïsoleerd raakten, elk groepje vlinders ging zijn eigen gang. En heeft eigen soorten en ondersoorten en variaties zijn op deze manier ontstaan per groepje vlinders. En dat integreerde Kurt Eisner heel erg. En hij heeft geprobeerd van al die groepjes vertegenwoordigers van deze vlinders te hebben. Ja. En omdat hij de collectie zo opgebouwd heeft, daar kan onderzoek gedaan worden naar soortvormingen. Ja, dus deze Apollo-vlinders, je zei het net even kort, die zijn in de ijstijd, waren ze dus eigenlijk meer bij elkaar. Maar die zijn in verschillende groepjes op verschillende plekken op de wereld, ja, hebben ze zich aangepast aan hun omgeving die er daar was. Dus er zijn allemaal verschillen ontstaan eigenlijk. Ja, en daar deed degene die dit verzameld heeft, die deed daar onderzoek naar. En ja, er wordt ook al de vraag gesteld, zien ze er dan allemaal net iets anders uit? Klopt, kleine verschillen, kwavlekken, grote haren. Jullie zien dat in het midden heel donker zijn. Dat hebben ze donkere haren om goed zonlicht te kunnen vangen, hoog in de bergen. Dan worden ze toch warm, dan kunnen ze vliegen. En het zijn inderdaad allemaal kleine verschillen, ook inwendig. Vooral bij het paren, dat kunnen jullie heel veel verschillen zien bij de reproductieorganen. Ja. Oh, bij de geslachtsdelen bedoel je? Geslachtsdelen, ja. Ja, precies. Dus allemaal kleine verschillen die er zijn tussen ontstaan. Het is wel interessant om daar inderdaad naar te kijken. Hoe kan dat ontstaan en hoe is dat zo gegaan? Maar waar je het ook over wilde hebben, is het verhaal hoe we aan deze collectie gekomen zijn. Ja, dit is een beetje een afwijkende spotlight, geloof ik. Omdat we het over de geschiedenis van deze collectie gaan hebben. Niet zozeer over de biologie van de vlinders. Ja, precies. Dus we moeten even een tijdreis maken eigenlijk. Even terug in de tijd. En waar gaan we heen? We gaan naar Leiden. Naar de Tramsteeg. Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Wat jullie zien hier is een foto van de Tramsteeg. Toen zat het museum daar. En niet in de Darwinweg. En dan helemaal niet in ons nieuwe gebouw natuurlijk. Maar daar zaten al de collecties en de onderzoekers en de laboratoria. En een heel kleine tentoonstellingsruimte, maar het was vooral een onderzoeksinstituut in die tijd, het museum. Okay. Ja, dus nog geen, niet echt een museum, maar meer alle collectie was daar verzameld. Ja. En dit was dus een andere tijd, in tijden van de Tweede Wereldoorlog ook. En wie was er toen bijvoorbeeld directeur? Was dat nog belangrijk in die tijd? Want ik kan me voorstellen dat het best lastig is om in die tijd een collectie te hebben en die te beschermen. Klopt, de directeur in die tijd was Hilbrand Bosma. Hier zien jullie een portret van hem van na de oorlog. Hij was bioloog en dus directeur van het museum. En een heel bijzonder iemand, omdat hij heel eerlijk en direct was. En hij hield niet van bureaucratie en paperassen. Hij was een geliefd directeur onder zijn personeel. Hij zorgde heel goed voor zijn mensen. Hij hield niet van grote vergaderingen bijvoorbeeld. Hij ging liever naar zijn medewerkers om een praatje te maken. Vragen hoe het ging, wat ze nodig hadden. Hij had een hele verfijnde gevoel van humor, lijkt het. En hij heeft tijdens de oorlog echt zijn best gedaan om te zorgen dat zowel het personeel als de collectie ongedeerd en veilig was. Ja, dat beschermd bleef, dat niet verloren ging. Best een lastige taak lijkt me om dat te hebben. Maar om even een beeld te geven, want ja, hoe zag dat er nou aan de binnenkant uit? Je hebt een paar foto's gevonden van de collectie die daarin stond. Ja.
Klopt. Deze foto is gemaakt in 1949. En dat is de ingang van het Dramstich met wat olifantenskeletten. Dat is, als je naar binnen liep, dit is wat je zag. Ja, wel een bijzonder beeld als je zo naar binnen komt en dan olifantenskeletten zo tegenkomt. Ja, het ziet er heel gaaf uit. En als we wat verder erin gaan, dan komen we andere ruimtes tegen. Ja, dit is een wat modernere foto, maar zo zag het toen de tijd ook een beetje uit. Met allemaal dieren erin in de gangen. En als je dus links en rechts ging, dan zag je ook nog langere gangen met kasten. Met die groene metalen deuren die op slot gingen. En daar zat de zoologische collectie in. Ja, en een voorbeeld van zo'n kast, die zien we hier ook. Ja, dit is ook een foto van die tijd van 1949, dus vlak na de Tweede Wereldoorlog. Een collectie uilen. En dan kunnen we zien dat de collectie goed de oorlog heeft doorstaan. Er is heel veel geluk dat geen bom op het museum zelf is gevallen. En Bosma was daar heel erg bezorgd over. Dus het belangrijkste materiaal was beschermd met zandzakken en later in houten kisten geplaatst. En ten tijde van de oorlog waren altijd 's nachts twee medewerkers stonden paraat voor het geval van brand. Met emmers met zand om branden te blussen. Niet met water, want dan verpest je de dieren alsnog, maar wel met zand. Ja. De ramen waren allemaal dicht beplakt. Maar gelukkig is niet nodig geweest. Nee, gelukkig niet inderdaad. Ja. En ik zie hier ook een paar vragen. Even kijken hoor. Want die collectie die hebben we dus al best wel lang. En nu zien we voorbeelden van zo ongeveer 1940, 1950. Maar hoe lang verzamelen we al collectie? Is dat ook 200 jaar? Of? Ja, nou, dit museum, het Rijksmuseum van Natuurlijke Historie heette toen Naturalis. Die bestaat nu 200 jaar. Maar het verzamelen, dat wordt al eeuwen gedaan. En onze oudste exemplaren of objecten in de collectie, die zijn zelfs van de 16e eeuw. Dat zijn herbaria boeken met planten. En die zijn dus door verschillende eigenaren en collecties uiteindelijk in Naturalis terechtgekomen. Maar het verzamelen is iets dat mensen al eeuwenlang doen. En met wetenschappelijke doeleinden, dus 16e, 17e eeuw zoiets. Ja, dus al behoorlijk lang inderdaad dat zo allemaal. En dat komt dus allemaal bij Naturalis samen in de collectie die we hebben. Nu zien we hier hoe de collectie is opgeslagen. Maar je hebt nog een bijzonder verhaal wel gevonden van hoe het er toentertijd aan toe ging. Ja, de oorlog was een hele moeilijke tijd voor iedereen. In het bijzonder voor mensen van Joodse afkomst. Maar ook voor jonge mensen die niet wilden geroepen worden om als dwangarbeiders voor de Duitsers te gaan werken. Dat was heel zwaar als je dat overkwam. En een aantal jonge mannen gingen in het museum dus onderduiken en schuilen. Er waren medewerkers van het museum trouwens, die gingen overdag werken. En 's nachts konden ze niet meer naar huis, maar ze bleven in het museum slapen. Dus die waren dag en nacht eigenlijk in het museum. Ja, ze bleven een tijdje in het museum wonen. Ze sliepen dus eigenlijk in de kasten ook. En dit is een voorbeeld van zo'n kast. Ja, precies. Ik weet niet precies of deze kast gebruikt werd. Ja. Maar zo eentje kan ik me heel goed voorstellen. Er zat een matrasje op de grond, een kussentje. En ze hadden ook boeken van de bibliotheek van het museum om te lezen 's nachts met een zaklantaarn. En daar gingen ze slapen. Die kasten konden van binnenuit ook dicht. En als het tijd was om op te staan, dan gingen ze met z'n allen naar het toilet, tanden poetsen en aan het werk. Ja, het is wel bijzonder dat dat mogelijk werd gemaakt ook zo om in het museum te verblijven. En dit dus als voorbeeld van, om een beetje een inschatting te geven, hoe groot is dan die ruimte waar je in slaapt. Maar het ging natuurlijk om de collectie vlinders. Ja. En wat heeft die met dit verhaal te maken? Ten tijde van de Tweede Wereldoorlog werd het leven heel moeilijk gemaakt voor Kurt Eisner, onze vlinderverzamelaar. Hij was van Joodse afkomst en zijn collectie was in die tijd ook al wereldberoemd.
Dus hij vreesde voor zijn eigen leven en voor zijn collectie. En hij is gevlucht naar Nederland met zijn vrouw en dochter en de collectie. Dus ik stel me voor dat hij een vrachtwagen vol had met al die laders of zoiets. Ik weet niet precies of hij dat voor elkaar gekregen heeft. Het is een onderneming om dat voor elkaar te krijgen ook. Ja, ja. Een hele onderneming. Nou, hij heeft het toch gedaan. Ja. Hij is in Eindhoven ondergedoken met zijn gezin. En toen vroeg hij aan Bosma, directeur van het museum, om te zorgen voor zijn collectie, dat zijn collectie in het Raamsteeg tijdelijk opgeslagen kon worden. En toen hebben ze een overeenkomst gesloten en Bosma zei ja. En zodoende is de collectie in het museum terechtgekomen, tijdelijk voor de opslag voor Eisner. Ja, dus ja. Ja. Maar toen zijn de Duitsers toch Nederland binnen gaan vallen. En op een kwade dag kwam een Duitse officier bij Bosma op kantoor. En die verklaarde dat de Apollo-collectie van Eisner eigenlijk Duits cultuurbezit was. En hij kwam de collectie opeisen. Nou, Bosma zei nee, dat kan niet. Want meneer Eisner heeft de collectie al aan Nederland geschonken, al jaren geleden. Dus het is eigenlijk Nederlands bezit. Dus u kunt de collectie niet meenemen. Nou, de Duitse officier wilde uiteraard de papieren zien. Die waren er niet, want dat had Bosma ter plekke verzonnen. En heel rustig zei Bosma, nou, u valt me een beetje binnen. En ik heb nu de papieren niet paraat. Komt u maar volgende week. En dan ga ik op zoek naar de papieren. En zo gezegd, zo gedaan. De week daarop kwam de Duitse officier binnen de papieren halen. Ja, ik moet ze hier ergens hebben. En hij ging me zoeken. En hij haalde een papier een beetje verkreukeld. Met een datum van tijden geleden. En ja, de Duitse officier kon niks meer doen dan Bosma bedanken en weer weggaan. En hij liet het voor wat het was. Ja. Ja. Ja, dus zodoende is de collectie toch in Leiden bij Naturalis gebleven. En daar bewaard. Ja. Zo is het gegaan. Ja, ja, precies. Dat is ook wel bijzonder. En is dat papiertje nog ergens te vinden? Of is dat, heb je dat niet ergens terug? Het is mij niet gelukt. Nee. Nee, helaas. Inderdaad. ik neem aan dat het in de prullenbak van meneer Bosma belandde. Ja, dat het daarna niet meer nodig was, inderdaad. Maar die collectie, die werd dus eigenlijk een beetje in bescherming bij Naturalis genomen. Maar die hebben we nu nog steeds wel. Klopt, klopt. De oorlog kwam ten einde, gelukkig. Wat we hier zien zijn beelden van Bevrijdingsdag 75 jaar geleden in Leiden, na de oorlog. Eisner besloot om zijn gezin toch in Nederland te blijven wonen. En hij was ook zo dankbaar voor wat Bosma voor hem gedaan had, dat uiteindelijk wel de collectie aan Naturalis heeft geschonken. Ja. Yeah. Eisner had wel een heel aantrekkelijk aanbod gekregen van een Amerikaans museum die zijn collectie wilde kopen voor heel veel geld. En Eisner heeft toch besloten om dat aanbod af te slaan en het museum zijn collectie te schenken. Ja. Wel met de voorwaarde dat hij elke dag of heel vaak in ieder geval naar het museum kon komen om aan zijn geliefde collectie te kunnen werken. Ja. Dat heeft hij gedaan tot op hoge leeftijd. Hier zien we meneer Eisner op 91 jaar leeftijd. Hij werd opgehaald elke ochtend door medewerkers van het museum en met een busje naar de collectie gebracht waar hij kon werken 's ochtends en dan weer naar huis gebracht. En dat is zo gegaan totdat Eisner doodging in 81. Ja, dat is ook wel bijzonder dat hij hier zijn onderzoek kon voortzetten en besloten heeft dat de collectie gewoon hier bewaard kon worden. En hij deed dus onderzoek vooral naar hoe die Apollo-vlinders, hoe die veranderden in de loop van de tijd. Ja, hij heeft vooral veel nieuwe soorten beschreven. Ook hij keek naar die kleine fossielen waarover het net gehad hebben. In kleurpatronen en in geslachtsorganen. En hij heeft veel gepubliceerd over deze vlinders. Ja. Ja. Ja, bijzonder dat hij dat zo hier tot de hoge leeftijd ook heeft kunnen doen.
En op dit moment hebben we dus ook nog die collectie. Ben je daar zelf ook nog mee bezig? Of zijn er collega's die daarmee bezig zijn? Ja, ik niet meer. Maar mijn collega Rob de Vos, collectiebeheerder ook van de vlinders. Hij is een nachtvlinderspecialist. Maar hij heeft een project op poten gezet om deze collectie te restaureren. Alle laders worden gefotografeerd. En wat jullie hier zien is een kleine selectie van al de typen die we hebben. Een type is de naamdrager van de soort. Dat staat model voor die soort. Dus als je denkt een nieuwe soort ontdekt te hebben, dan moet je het altijd vergelijken met dat ene exemplaar. Ja. En die worden allemaal gefotografeerd en gedigitaliseerd. En dat houdt in dat alle gegevens, vindplaatsen enzovoort, wordt opgeslagen in onze database. En dat gaat allemaal online voor alle onderzoekers ter wereld om toegang te kunnen hebben tot deze collectie. Ja, dus iedereen eigenlijk overal ter wereld kan uiteindelijk bij deze collectie en hoeft niet per se zo zelf in een laadje te duiken. Ja. Ja, oké. Okay. Dat is wel een groot project ook, kan ik me zo voorstellen. Ja, het is zeker een gigantisch project. Die wordt met meerdere mensen gedaan. Ligt nu even helaas stil vanwege de coronacrisis. Maar zodra we weer open gaan, neem ik aan dat het werk kan voortzetten. Ja, dan kan dit ook weer verder gaan. En nu hebben we die vlinders. Maar daar ben jij nu verder niet heel erg meer mee bezig. Maar je verveelt je niet volgens mij. Nee, zeker niet. Zeker niet. Het voorbereiden van het boek vraagt heel veel tijd. Het wordt echt een prachtig boek. Maar daarnaast gaan we ook de verhalen die in het boek komen, die willen we ook live gaan vertellen in de Life Science. Dat is de zaal van de Life Science. En als jullie goed opletten, dat heeft jij mij verteld, José. De stellingen in de Life Science zijn groen van dezelfde kleur als de kasten in het Dramsteeg. En dat is bewust gedaan, heb je mij laten weten. Hè? Ja, dat was inderdaad een vraag die ik had van waarom deze kleur. En toen hoorde ik inderdaad dat vergeleken was met de kleur van de raamsteeg. Dus misschien dat jullie nog weten van de oude foto's die net langskwamen. Dat was dus dezelfde kleur als deze stellingen. Dus vandaar. Maar binnenkort dus hopelijk van alles weer te doen in Life Science. En ook wat te maken heeft met 200 jaar Naturalis en het boek waar jullie mee bezig zijn. Ja. Er wordt nog een vraag gesteld. Heeft het boek al een titel? Het heeft een voorlopige titel, dus ik mag het nog niet verklappen. Maar het gaat wel over de collectie van Naturalis. Het gaat over de collectie, maar de titel die volgt nog. Dus die kunnen we hier nog niet noemen, helaas. Ja, het wordt binnenkort aangekondigd. Dus hou vooral de social media van Naturalis in de gaten. Ja, en dan kom je het te weten. Heel goed. Dan denk ik dat we aan het eind van deze spotlight zijn gekomen. Dan wil ik jou heel erg bedanken voor dit mooie verhaal. En ook wel bijzondere verhaal van een collectie uit Naturalis. En heb jij misschien nog even tijd? Want er zijn nog een aantal vragen ook in de chat voorbij gekomen. Om die nog te beantwoorden via de chat. Ja, zeker. Ja. Ja, helemaal goed. Dan als jij daar dat zou willen doen, heel graag. En dan wil ik jullie thuis heel erg bedanken voor het meekijken en ook voor het stellen van al jullie vragen. En dan, wie weet, tot de volgende keer weer. Mocht je dit interessant gevonden hebben, je kunt je abonneren op het kanaal van Naturalis. Je kunt het natuurlijk ook delen of verder ons laten weten wat je ervan vond. En daarnaast is er volgende week weer een spotlight. Dan staat Esmee in de spotlight en zij vertelt over haar werk als wetenschappelijk tekenaar. Dus wie weet tot dan. En hopelijk ook tot snel weer in het museum. Tot ziens!